was een coole Piet. Piet. Jurk. Heb jij zes, hè? Tijd wat? Dat is die. Lekker. Kijk dan hoe mooi. In de maling. Heel anders. Een hele goeie. Goedemorgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En vandaag gaat het feest beginnen. Want vandaag luiden wij officieel voor onszelf dan jullie een beetje met ons mee. Het Sinterklaasperiode. De Sinterklaasfeest. Tijd in. Dat doen we niet zomaar, Liesjes. Mama, Pip. Ja, is dat Pip? Ze voelt ze erbij. Kijk, want we hebben hier een cadeau Piet Lucella. Ja. Een test Piet Luxie. Wij gaan naar de première van de nieuwe Sinterklaasfilm. Ja, van de Club van Sinterklaasfilm. Superleuk. We zijn weer heel erg benieuwd, Liesjes. Maar niet alleen dat. Wij hebben vandaag ook een kleine primeur voor jullie. Want zoals jullie weten, heeft Lucilla een beetje een soort van afgelopen tijd in het geheim een heel erg leuk, mooi, liefdevol liedje opgenomen met Despiet. Met Despiet samen. En die videoclip die staat sinds vorige week voor jullie online. Ja. Maar wij gaan hem pas nu voor de allereerste keer bekijken. Ja. Hij komt bij ons morgenochtend pas online. Ja, dus je kunt hem al kijken. We zetten even een linkje onder in deze beschrijving. Dan kan je haar videoclip zien met Despiet. We hopen dat er heel veel kindjes er heel blij van worden. En lekker mee gaan dansen en zingen. En weer een fijn gevoel deze Sinterklaasperiode tegemoet gaan. Ja? Nou, laten we maar eens gaan kijken. Ik ben benieuwd. Heel mooi. Ik heb zo een trots. Zo'n mooie videoclip gezien. Ah, mooi hè? Mooi, ja. Ja. Nou, en daarmee mogen we vandaag lekker naar de bioscoop gaan. En wie zie je daar weer? Despiet. En misschien ook nog wat andere pieten die over zijn komen vliegen voor de première. Danspiet, Coole Piet, Superpiet. Ja. Nou, wij vliegen de auto in, jongens. Ik ga Superpiet zien, dus ik ga Superpiet. Naar?
Ja. Super Piet, jongen. Ja, met Super Piet. Ja, die zit al in de auto, Super Piet. Super leuk, hè. Ja, anders gaat hij alle pepernootjes opeten daar. Gouden bussie in, jongen. Gouden bussie in. Kijk eens hoe leuk outfitje. Kijk dan, Lucella heeft een cadeau aan. En een cadeau jurkje, een knuffeltje aan. Mama. Johan die heeft ook een klein detail, jongens. Hij is natuurlijk detail. Al... hij hoort bij je. Mama, dit is Do en dit is... En ik ben K. Jij bent K. K. Do. En Luxie heeft het testpietpakje aan. Heel erg leuk, liefie. Johan hoort bij de grote jongensclub bij jongens. Dat is al een paar jaar zo. Maar ondanks dat heeft hij wel... Kijk, klein detail... De? Kleine Thai. Het is niet meer ook in een pietenpakje, jongen. Hij wil niet meer in een pietenpak. Dat hoeft ook niet, jongen. Als je er maar gewoon lekker van geniet. Ik vind het wel gewoon leuk. Dat is wel leuk, hè? Het is niet meer dat ik thuis blijf en dat jullie alleen gaan. Nee. Wel gewoon leuk. Nee, het is ook wel leuk voor iedereen, hè? Om dat weer samen te beleven, hè? Samen kunnen we? De wereld aan. De wereld aan. En Luxie ook leuk, liefie? En wie zit er weer achter het stuur? Zullen we eens even gaan kijken? Wie zit er weer achter? Hij hoort de motor van de auto, jongens. En het eerste wat hij doet... is sprinten naar die auto. Wat ga jij doen, Liesjes? Ga je ons naar de bioscoop rijden? Ja. Echt waar? Bij onze chauffeur. Nou, dan gaan we maar. Instappen maar, zeggen we dan. Ja. Wij zitten in de auto en wij zijn weer onderweg naar de bioscoop. En wat nou heel leuk is aan de leeftijd van Liesjes, is dat hij naar buiten kijkt en hij benoemt alles wat hij ziet. En net zei hij dus, paard, paard. Maar dat was geen paard, het was een koe. Superleuk jongens dat we weer zijn uitgenodigd door de Club van Sinterklaas om naar hun filmpremière te komen. Ook heel leuk om ze natuurlijk weer te zien. Het is weer een jaar geleden dat we de Pieten en de hele club hebben gezien. Ja, ze zijn... Ze zijn niet in Nederland toch? Nee, maar er zijn wel een paar Pieten heb ik gehoord. Even over luisterpieten, zegt Lucilla. Luisterpieten, die zijn al op voorhand in Nederland. Zijn aan het luisteren. Nee. Sinterklaas, ik denk niet dat Sinterklaas is. Nee, die is nog veel te druk met alle pakjes voorbereiden. En de boot inpakken. En het grote boek doorlezen natuurlijk. Om alles te lezen van alle kinderen in Nederland en in België. Dus ik denk niet dat Sinterklaas er is, maar ik denk wel dat er een paar pieten zullen zijn. En vanaf nu, ja, dan begint het een beetje natuurlijk. De liedjes gaan we weer draaien. De tijdschriften met alle leuke cadeautjes zijn natuurlijk weer binnen. Dat de kinderen hun lijstjes kunnen voorbereiden. Wat ze eventueel leuk zouden vinden om te kunnen krijgen. En heel die voorpret, die begint er een beetje. Wellicht kunnen we wel weer een aftelkalender maken. Ja! Dat is ook misschien nog wel weer een leuk idee. Misschien morgen wel doen. En dan gaan we weer afwinken hoeveel dagjes het slapen is voordat de boot aankomt. Want het is ook al bijna dat de boot aankomt. En dan natuurlijk nog aftellen van pakjesavond. En het is altijd zo'n fijne, gezellige Sinterklaasperiode weer. Dan heb je echt het gevoel dat je de zomer afslaat en het nieuwe seizoen ingaat. Heb je dat ook niet altijd met Sinterklaas? Shoutout naar iedereen die we zijn tegengekomen op de première. En heel veel dikke kusjes en liefde naar jullie allemaal. En we wensen ook iedereen een hele fijne Sinterklaasperiode. Dat je vooral maar heel veel plezier mag hebben. Lekker mag dansen en zingen. En jezelf goed mag voelen. Je komt hier tussendoor, gaat piepen. Horbels af, jongens. We zijn er, jongens. We zijn aangekomen bij de jaarbeurs. We gaan de auto parkeren. Zet hem op hetzelfde plekje? Ja, kijk, het ziet er altijd zo leuk uit. Helemaal daar gaat de witte auto. Kleurtjes daar waar je kan zetten. Ja, we zijn nog vroeg, jongens. Ik ben wel we zijn hier, zelfs. Kijk. Pas ik niet onder? Ja, je past niet onder. Nee, zeg niet onder. Dus. Laten we dan hebben we een cabrio, denk ik. Laten we dat maar niet proberen. Ja. Dan rijden we open dak naar huis. Leuk, hè, Silly? Zijn we weer, hè? Dat is de zin, hoor. Ja. Neem jij je kleine mini Pietje mee? Ze heet Do. Dit is Do, dit is K. En samen ben je? Kado. Er moet ergens een regenboog zijn, want het regent en de zon schijnt. De regen komt altijd weer. De zonneschijn, ja. Nou jongens, daar zijn we weer. Komt u maar uit de busje. Oh, zit Lusjes op het gordeltje. Zo, hé jongen, had je lekker tukje gedaan? Lekker geslapen. Ja. Gaan we naar de pieten kijken? Gaan we naar de pietjes kijken? Nee. Ja, ik weet niet of Lucius heel lang een mutsje ophoudt. We hebben twee soorten mee. Want hij trekt de mutsje weer eraf. Zo, mutsje op. Dacht hij nee. Kijk, nee, moet hem weer af. Nee. Ja, Luan, moet Luan die op? Dat zegt Luan. Nou, kraap het maar uit, jongen. Gaan we eens even kijken. Oh, het gaat nu echt regenen. Jongens, kom naar binnen. We waren hier al gauw heen gedeeld. Varen. En de kids die zitten nog even in het busje. Kijk, het gaat. Het regent buiten. Ja, ik had het gefilmd.
Nou, perfect. Kijk, ik had hier de kinderwagen droog neergezet. Wie heb jij daar vast, jongen? Ben jij Koele Piet? Hé, hey, Luan. Heb je je stokje doorgegeven, jongen? Ja. Och, Luan is zwanger. Ja, hij heeft een Koele Piet sleutel hangen. Ik heb de opgehouden. Ik kan wel af nu. Oké, jongens, de Pieten gaan rennen. Het regent. Woe! Rennen. Rennen, jongens. Rennen, Lusjes. Rennen. Lusjes, die ligt droog. Oeh, de regenpijpen stelen, jongens. We moeten rennen, want daar, daar is een overdekt gebeuren. Nee, we moeten toch even rennen. Hier is het weer droog. Oh, jongens, er was een regenbuitje. Vanochtend hadden we een zonnetje. Maar toch, nu toch een buitje. We moeten een regenbogen ergens spotten, hoor. Maar ja, waar? Nee, er komt de zon weer door. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Mooi. Waar? Zie je regenboog? Nee. We moeten de regenboog zien. Zee. Dat is gek, hè? Want je loopt nou naar beneden. Je kijkt nou naar het water. Ja, dat kan ook. Hier is het nog droog. En dan moeten we een klein stukje rennen naar de jaarbeurs. Gaan we dat doen? 3, 2, 1. Rennen, jongens. Rennen. Ja, gelukt. Yes. Gelukt. Oh. Ja, ik kom erin. Oh, kijk, hier is het weer lekker droog. Haha. Lekker door onder die warme blazen door. Oh, dat was even een... Even een adem. Ja, een tochtje. Mama, het lijkt op een vliegveld. Het lijkt inderdaad een beetje op een vliegveld. Nee, dat is het niet. Een verlaten vliegveld. Nee, het is een jaarbeurs, jongens. Dus die worden allemaal... Hallen. Grote hallen, ja. Lego World, dat is hier ook. Oh, we hebben wel druppels op de lens. Hebben we een doekje? Iemand? Meijer. Een droge. Mijn ding is niet droog. Ja. Mama, ik heb papa's kleren uitgezocht. Volgens mij heb je goed gedaan, Sil. Ja. Nou, mooi. Even een outfit checken dan. Ja, okay. Als we droog zijn. Ik heb een nieuw blouseje. Nou, papa, een nieuw outfitje. Nou, daar gaan we. Je wel, hè? Ze hebben er helemaal zin in. Ja, en we gaan even naar de wc. We doen wel alle dingen, Luxie. Toen we even kwamen, hadden we zo'n eerste auto op een auto. Ja, de Dutch YouTube Gathering. Toen waren we nog slank en VTV. En toen hadden jullie zo'n auto. Zo'n klein raceautootje waar jullie met z'n tweetjes in reden. Ik heb het over Luan en Lucilla. Een zwarte auto. En hadden we stickertjes opgeplakt met slank en VTV. En dan reden jullie mee over de jaarbeurs. 2016, 15? Ik weet niet. Ja. Ja, dat was hier. Ja, liefie. Ik heb een lectie gedaan met de wel in de woonkamer stellen. Mag ik jullie weten? Ja, met de woonkamer was jij wel. Hadden we daar een meet and greet met een woonkamer? Was jij een babytje? Ja. Dat weten jullie nog wel, hè? Ja. Jullie kunnen nog wel herinneren. Luxie kan het zien in de vlogje. Nee. Ik zie Kinepolis al. Ja, daar gaan we naartoe. Daar is ook, het is niet in de jaarbeurs, het is in de bioscoop bij de jaarbeurs. Waar ook onze première was van onze eigen bioscoopfilm. Dus het is... weer leuk om hier weer te zijn, jongens. En weer lekker te gaan genieten van de film. Ik denk dat we een van de eerste zijn. Denk het ook. We zijn een beetje op tijd gekomen. We dachten, nou, hè, met verkeer weet je het nooit. Maar ja, we hadden verkeer mee. We hadden geen file. Dus dat scheelt. Dus we zijn lekker op tijd. Zeker fijn. Ja, kunnen we onze haar weer even een beetje fixen. Door al die regen. Nou, ons kleinste Pietje wil ook lopen. Oh, het gaat tekeer. Hoor je dat, hè? De regen op het dak. Luusjes heeft wel een petje nog op. Je moet er eigenlijk niks van zeggen, dan weet hij niet dat hij een petje op heeft. Ik denk dat het heel warm was, want we hier wouden eigenlijk inzwemmen. Ja, dat klopt. Ja, dat was met onze film in de zomer. Luusjes, mag ik even je broek goed doen? Kijk, je broek. Kijk, op de. Nou, Luusjes heeft ook nieuwe schoenen aan, jongens. Kijk, deze schoenen heeft hij aan. Met zijn mooie pietenmuts. Op de. Wauw, mooie schatje. Kom, ga je mee? Gaan we naar de Pietjes toe. Piet! Piet! Hij kan Piet zeggen, jongens. Hoor je dat? Waar gaan we naartoe? Nee. Naar nee. Ja, zeg maar Piet. Daar. Zeg eens Piet. Daar. Net, hij zei net Piet. Dat stond in de vlog. Ik heb het op beeld. En Sinterklaas, kun je dat zeggen? Nee. Sinterklaas. Klaas. Zeg maar Klaas. Klaas. Klaas, ja. Klaas kan hij ook zeggen. Dat zei je ook altijd. Dat zei jij ook altijd. Mama, Klaas. Gaan we naar de bioscoop? Gaan we naar de bioscoop? Nee. Gaan.
Er is nog helemaal niemand. We zijn heel vroeg, ja. We zijn vroege vogels vandaag. Kijk maar naar Lucius, die gaat er al van. Lucius heeft geslapen in de auto, jongens. Eigenlijk hebben ze allemaal wel even een tukje gedaan, volgens mij. Goedemorgen. Jij niet? Oh, Lucilla niet. Luxie wel. Nu gaan we op zoek naar Merin. Merin kennen jullie natuurlijk ook wel van de vlos. Die kennen jullie ook wel van onze film. Hoi. Je was bij onze meet and greet. Hi. Gaan we feestje vieren vandaag? Ja, dat doen we. Ja, zeker. Doeg. Hier is een pietje. Goed. Kan je een beetje drummen trouwens? Heerlijk. Wauw, wat een feestje weer. Ja. Oh ja, zes. Hallo. Hallo. Leuk dat jullie er zijn, joh. Tuxie, kijk eens. Oh, kijk dan. Nog een testpietje erbij. Hallo. En ik mag gaan drummen, hoor. Kijk, jongens. Wat hier ja, jij mag drummen. Hey, ja, hij kan ook echt drummen, jongens. Vind je het leuk? Ze heeft hem vanochtend gezien. Ja, ja helemaal blij. Oh, heel blij mee. Nou, mooi zo. Je wil, hè? Oh. Kom, we gaan eens even kijken, want papa die ziet een drumstel. Kijk. En jullie weten het, Daniel heeft vroeger in een gospelbandje gespeeld. Als drummer. Wilt u even laten horen, jongens? Hier hebben we de rode loper met de poster van de Sinterklaasfilm. Kijk dan, herkennen jullie iedereen? Ja. Kijk dan. Dit is cadeau. Die is Lucilla. En dan hebben we de danspiet, Koele Piet, Sinterklaas en de bakpiet, Tespiet, Superpiet. En wie is dat kleine pietje daar dan? Fernando. En daarboven, wie is dat boven? Die kennen jullie ook wel natuurlijk, hè? Ik ben benieuwd wat die in de film doen. Wim en Aron. Wim en Aron. Papa. Papa is van de oude stempel. En de papagaai. En de papagaai. Tespiet zei nog iets over dat hij papagaai kon praten. Had Tespiet dat al tegen jou verteld? Oh, dan ben ik wel heel benieuwd wat er nou met een papagaai gaat gebeuren. Ja, Lusjes, wie is dat dan? Oh ja, die zit cadeautjes. Ja, we moeten hem wel even leren dat hij niet de cadeautjes kan openmaken. Het zijn siercadeautjes. De echte cadeautjes zijn nog in Spanje natuurlijk. Die kun je er geen echte cadeautjes neerleggen. Echt? Dat past niet, hè? Dan hebben de kindjes straks geen cadeautjes op pakjesavond. Oh ja? Oh ja, de ballonnen is Sinterklaas. Nou, kijk dan toch hoe leuk. Leuk, jongens. Ja, heel leuk. Ja, en nu is het nog lekker rustig, dus nu kunnen we even kijken. We vragen meteen of ze hier lopen. Ja, een mooi fotootje maken, jongens. Van onze clubpie, onze family. Mag even naar Marin. Oké. Heel gezellig. Ik moest een witse kikker. Een roodse kikker. Ik had een nieuwe blouse. Ja, een dingetje. Ja, ze heeft ook een nieuwe jurkje. Ja. Dus daar blijf mee, hè. Voor het leukste uit de clip. Waar mijn dochter... Ja. Ik vond het ook weer leuk dat ik opeens een fiets werd. Oh ja, met de roze wolk. Ja. En het rolschaatsen, denk ik. Ja, ook in een testpiet op de school. Oh ja, die is ook heel leuk. Ja. Het was echt heel gaaf. En morgen gaat hij live, hè? Oh, ja, echt heel. En kijk eens wie daar is. Goedemorgen, Suzanne. Goedemorgen. Hallo, alles goed? Weer ver gereden? Ja. Helemaal uit, waar kom je vandaan? Van de Zaan. Amsterdam. Zo, goeie. Met de trein. Superleuk dat je er bent. Kom, maak me met jou een foto op de loper. Johan, hey, we mogen even hier een broodje zoeken. Welke vind jij lekker? Amerikaan filet, augurkjes, kaas. Ja, pastrami. Of zalm. Mag ik een broodje zalm van u? Ook wel zalm. Ja, en welke wil Lucilla? Nou, super. Zul je zo de was?
Jammer, jammer. Ja. Nou, hey jongens, het is de lunchtijd. Dus gaan we eerst even lekker een broodje eten. Help me. Een slokje, jongen. Dat is lekker, kerel. Nou, hebben we nog even lekker een lunchje, jongens? Ja. Voordat we meteen de film begint en je misschien wel pepernootjes of popcorn krijgt. Ik zag nog bij de... Op die cadeautjes? Op de doos. Ja. Zag ik ook nog pepernoten. Zag je daar pepernoten? Peper. Lekker, Luxie. Lekkere muziekjes. Nou, gezellig. Eerst nog maar even lekker een lunch. Nog aan. Ja, jouw broodje komt er zo nog aan. Luxie had een broodje zonder saus, hè? Want er staat saus op het broodje. En jij ook zonder saus? Ja. Bah, hij zegt bah. Ja, dat snap ik, jongen. Leon is zelf vinden dat wel lekker, hè? Pieter zijn er. En we mogen ze nog even ontmoeten. Het vliegtuig is gearriveerd. De private jet van Spanje. Ja, ja. Oh, Silk. Hij is echt mooi, die jurk. Wauw. Lijkt wel zo'n zonnetje als je draait. Ja, heel leuk. Oeh. Mooi, hè, jongen? Ja. Piet. Ja, Piet. Wij zeggen Piet. Piet. Piet, zegt hij. Toch wel leuk, hè, Lu? Ja. Ja. Blijft een leuk feest. Ja. Ook al hoor je bij de grote kip. Ik kan niet wachten tijdens de film. Nee, hè? Benieuwd naar de film. Ja. En de liedjes. En het verhaal. En de papegaai. Waarom een papegaai nou weer mee is met de boot? Geen idee. Tot weer. Bye. Lopen, denk ik. Ja. Oh jee. Kijk, mijn knuffelkop. 3 dubbele backflip. Oeh, oh ja, dat is inderdaad een 3 dubbele backflip. Wow, mooi. Oh, heel mooi. Die zie je. Die viel mama. Nou, volgens mij hebben ze het hele Sinterklaasverhaal hier al nagespeeld met de knuffeltjes. Maar weet hoe het gaat? Nee, dat gaan we zo zien. Zijn we benieuwd naar de film? Hey, maar weet je wat het grappige is? Als de boot naar Nederland komt, dan gebeurt er altijd wat? Ja, altijd. Dan gebeurt altijd wat? Vind ik raar. Maar ja, wat zou er dit jaar gebeuren? De boot gaat zinken met alle pieten erin. De boot gaat zinken. En dan moeten de pieten erin. Dus dan moeten ze allemaal een zwempakje aan hebben. Hi! Hey. Hi, hey, Luxie! Heb je er een beetje zin in? Ja. Wat heb je voor moois? Ik voel me. Jaspies?
wie is dat dan? Koele Piet. Koele Piet. Cadeau. En cadeau. En jij bent helemaal cool, denk ik. Ja. Ja. Hebben jullie al pietjes gezien? Ja. Ja, ze zijn al gespot, hè? Ze zijn al gespot. Ja. Doei. Toen was het tijd om naar de zaal te gaan. En de zaal is helemaal boven. Dus we gaan lekker met een lift, hè? Want we hebben natuurlijk een kinderwagen bij. Dus we gaan met de lift naar boven toe. En dan gaan we op zoek naar een plekje waar we gaan zitten in de zaal. Lucilla is al helemaal blij. Oh, helemaal blij. Ja. Dat is lief. Dankjewel. Ah. Oh, wat leuk. Jullie hebben elkaar een keer gezien. Wat toevallig dat we nou weer elkaar zien. Wat leuk. Oh, jullie hebben ook met elkaar gespeeld toen. Ah, leuk. Dankjewel. Oh, ik snap het. Ja, lief. Kom. Ah, wat leuk weer te zien. Jongens, Buffet Bets is nodig. Ja. Zeker. We gaan gezellig bij elkaar zitten, toch? Een reunie hier in de lift. Altijd weer op zoek naar de zaal, hè? Ach, super, ja. Ik ben daar weer. Cameraman, go! Liesjes. Ja. Zijn jullie, is dat alleen maar groeien of gaan jullie alleen maar door? Ze gaan hard, hè? Ja. Ja, gaat door, hè? Hebben jullie... Eén voor jou. Is dit Sinterklaas popcorn? Kijk, dat is lekker. Dit is het grote scherm. Kijk dan hoe mooi. Zie je dat, Luxie? Grote scherm weer, hè? Kijk, en dit is helemaal de zaal. Kijk, hier gaan we kijken waar we een plekje hebben. Nou, we gaan de trap opklimmen. Hallo. Foto, ja hoor. Kom maar staan. Misschien is het jullie opgevallen. Ja, en er is iets heel erg bijzonders met deze poster aan de hand. Wij nemen namelijk heel Nederland... in de maling. Tijdens de fotoshoot had deze jongen zijn allerlaatste eindexamens nog. Ja, en hoe los je dat dan op als je een tweeling bent en één tweelingbroer kan niet? Dan zet je die jongen daar dus gewoon twee keer op de poster. Ik sta er dus helemaal niet op. Dit is gewoon hij in mijn kleding. Wie is dat opgevallen? Niemand. Ik zie misschien drie vingers. Helemaal niemand. Nou, het gaat beginnen, jongens. Ah, daar zijn jullie. Ah, ik heb weer heerlijke pimpeloes gepakt. Welkom op de feestelijke première van de Club van Sinterklaas en de gestrande stoomboot. Dat was me toch weer een spannend avontuur, zeg. En jullie hebben de eer om dit als eerste te gaan zien. En er zijn ook heel veel leuke liedjes gemaakt door mijn Piet. Ik krijg ze nu al niet meer uit mijn blije koppie. Maar genoeg gepraat. Pak je popcorn en ga lekker kijken. Tot in november. Veel plezier met de film. Mama, we moeten weer donker. Ja, komt zo weer licht. Moet je even wachten. En dan komt er weer licht. Ah! Ja, lamp aan, hè. Beste lampje aan. Jongens, veel plezier. Veel plezier, jongens. En dan zit je daar. Fernando, pas nou toch op, jongen. Sorry, ik ben druk bezig met alle lijstjes. Nou, volgens mij ben ik bezig met alle lijstjes. Ja, hoeveel dan? Nou, ik heb er vandaag zeker 20 en dat is dus hartstikke druk. Nou, dan heb je nog veel meer werk te doen. Want dit zijn er namelijk 20.000. Onze mond in de cadeaus, in de schoenen krijgen. Ik snap het niet. Hier had het moeten zijn. Laat mij eens kijken. Dit lijkt mij allemaal keurig in orde. Betekent dit dat we weer mee mogen naar Nederland? Vanzelfsprekend. Yes, we mogen weer mee.
De Club van Sinterklaas. Krijg dit jaar bijzonder kleurrijk gezelschap. Een papegaai? Niet zo hard. Hij mag dit jaar mee naar Nederland. Van Sinterklaas? Oh. Deze chappie gaat mee. En die papegaai zorgt voor aardig wat problemen. Hoeveel letters hebben we gemaakt dit jaar? 5 miljoen. Dat zijn er veel, hè? Wie heeft deze snavelbek in de buurt van mijn chocolade laten komen? Alles is gesmolten. Nu kunnen alle kinderen fluiten naar de chocolade. Weet u dat die papegaai niet meegaat? Maar deze papegaai wil wel naar Nederland. Of toch niet? Slecht nieuws. We zijn gestrand op een eiland. Het eiland Cacao. Cacao, cacao. Cacao. Ik ben hier gedropt voor Expeditie Chocola. Gelukkig is het niet zo diep. De leukste Sinterklaasfilm van het jaar. Samen gaan we die boot wel loskrijgen. Met Quinn en Aaron en vol met nieuwe liedjes. Sans, wacht nou even. Ben je boos op mij? Komt het door de papegaai? Had ik het ook anders kunnen doen? Dag, grote, vriendelijke man. Als een paardje in galoppen zingen, na, 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 na. Zal de boot op tijd in Nederland zijn? Voor pakjesavond? Maak je maar niet druk. Reis. We komen naar Nederland, zelfs nu de stoomboot is gestrand. Hang je lekker? Nee! Sinterklaas had gelijk. Dit bos zit vol verrassingen. Vanaf de herfstvakantie in de bioscoop. Zelfs nu de stoomboot is gestrand. In de bioscoop, in de bioscoop. Onderweg naar Nederland is er altijd wel iets aan de hand. Maar we zijn niet in paniek, we vinden alles interessant. We zijn hier van Sinterklaas en die is iedereen gepast. Bij ons is nooit paniek. En zingen oh, hey, oh. Het is weer een zachte avond. De stoomboot is gestrand. Een oproep aan alle kinderen. Hier is de Club van Sinterklaas. Oh, die helpt ons nu weer uit de brand. We willen heel graag verder varen, maar we liggen echt muurvast. Welke rust trekt ons weer uit het zand? Ja, grote avonturen komen vaak onverwacht. Want wie had dit nou gedacht? Onderweg naar Nederland is er altijd wel iets aan de hand. Goed, Pieter. En nu met de stoomboot naar Nederland. Dat was afgelopen. Ben jij ook zo enthousiast? Dat was leuk, hè? Slapeloze nachten. Haha, wat vond je is voorbij, het is vandaag helemaal uit Spanje gekomen. Lekker in het koude Nederland nu. Ja, het is even wennen, want nou ja, nog een maandje, of anderhalve maand en dan zijn we er weer. Maar het is wel heel leuk om hier even één dagje te zijn. Vonden jullie het leukste uit de film dan om te spelen? Nou, natuurlijk met de papegaai. Ja, dat was wel echt heel erg leuk. En de papegaai is echt heel erg lief. Wat vonden jullie van de papegaai? Vonden jullie het een beetje leuk? Ja! Oh, het is echt een nieuw vriendje geworden van me. Het is natuurlijk wel een beetje spannend, maar ik had mijn atlas. Zeker. Het voelt als een soort documentaire ploeg. We gaan achter ze aan en we kijken wat ze meemaken. Maar wel goed bevriend met Sinterklaas. Heel goed bevriend met Sinterklaas. Wat vond jij het gaafste uit dit avontuur? Ja, ik vond de stranding te gek, maar die papegaai, dat was wel... Wat hij allemaal deed, dat was die ene scène dat de papegaai zelf de trap afloopt en de temperatuur omhoog zei. Ja, toen zaten we ook wel een beetje achter onze schermpjes te kijken van, wat doet die papegaai nou? Ja, er worden een paar pietjes die beginnen helemaal te springen, want we gaan ook nog even met z'n allen pietengym doen. Dansen jullie mee? Pietengym, pietengym, we'll be right back.
pepernoten. Wat vonden jullie van de film? Hey, en wat zat er voor een dier in de film? Papagaai. En wat deed die papagaai? Praten. En wat wilde die papagaai heel graag eten? Chocola. Chocola. Had hij alle chocola laten smelten? Wat vond jij van de film? Ja, ik vond het echt superleuk. En het is ook weer iets heel anders, hè? Want zo'n Sinterklaasfilm verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je op een onbewoond eiland aankomt. Dus dat was leuk, hè? Heel uniek. En een papegaai. Met een papegaai en Quinn en Abel maakte het. Ja, ik vond het ook heel leuk. En de liedjes, wat vond je van de liedjes? Ja, de liedjes waren ook leuk. Superleuk. En ik vond ze ook heel erg een mooie tekst te hebben. Ja. Vond je dat niet ook? Had je geluisterd naar die tekst? Ja. Een tekst waar we ook heel veel van kunnen leren, zeg maar. Met een mooie boodschap erin. Ja, echt super film. Echt waar, jongens. Maar ja, nu gaan we eerst nog even lekker een drankje doen. Ja, ik moet eerst naar de wc. En we moeten even naar de wc. Ja, dat zeker. Ja, wat voor lekker zullen jullie drinken? De keuze is reuze. Is dat een mooie kleurplaat? Usjes, ga je kleuren met Luan? Vriendschap. Leuk, hè? Ja. Vriendschap. Tot de volgende keer, hè? Ondertussen, jongens, zijn we weer thuis. En Luusje was in de auto helemaal in slaap gevallen. Dus die is nog heerlijk aan het dromen over alle avonturen. Niet hard praten. Wat hij allemaal heeft beleefd vandaag. En we zijn weer lekker thuis. Hopelijk vonden jullie het leuk met ons mee te kijken op de première. Maar voor nu zeggen, jongens, vond je het nou weer een leuke vlog? Leuke film? Doe even de... Oké, niet te abonneren, zit een belletje. En we zien u graag morgen weer in een nieuwe vlog. Dus het zondag. Tot morgen. Doei. Van uw pad van de auto. Doei.